Met name, dames en heren, dat wij naar de tweede stelling gaan. Want de avond vordert en we hebben ook een ander belangrijk thema te behandelen. Zeker volgens Alzheimer in Nederland, namelijk de stelling... Recht op case management bij dementie moet in het regeerakkoord. En de staatssecretaris had het bijna geregeld, maar nu is het natuurlijk het kabinet demissionair. En nu wordt er gezegd, dames en heren, we moeten dit in het regeerakkoord zetten. Bent u het eens, dan bent u groen, zegt u, nou, waarom zou het? Dan bent u rood of om elke andere reden. Mag ik uw kaartje zien? 1, 2, 3, 4, rood bij de politici, 1, groen. De zaal is op 2 mensen na, tel ik goed, even iets hoger. Op 2 mensen na, helemaal groen. Oké. Dat is interessant. Nou ja, kijk, als mevrouw Verbeet één ding heeft geleerd, dat is dat de voorzitter natuurlijk altijd naar de afwijkende mening gaat en ze heeft niet gestemd. Dus dat betekent dat u het woord heeft verdiend. U weet niet of u voor of tegen bent? Nee, ik weet het niet, omdat ik heel bang ben dat case management nou weer een containerbegrip wordt, wat een oplossing zou moeten gaan betekenen voor iets. En ik wil toch echt nog reageren op die meneer die zegt, u komt niet met modellen. Ik denk, wat zullen we nou hebben? Je moet toch niet willen dat de politiek zorgmodellen gaat zitten ontwikkelen. Volgens mij moet u ons een aantal mogelijkheden aanbieden. Ik heb net al gezegd, je moet de hele groep niet over een kam scheren. Dat kan dus ook niet met case management. Er zullen mensen, ik heb echt uit eigen ervaring kunnen zien hoe dat proces zich ontwikkelt, nu al 12 jaar lang en waarschijnlijk eerder begonnen. Dus ik heb als familie een bepaalde kennis, ik heb de patiënt gezien, ik zie hoe het in verzorgingshuizen gaat. Ik denk dat we allerlei modellen naast elkaar nodig hebben. En misschien is case management daar een oplossing voor. Ik wil aan alles meewerken wat een probleem kan oplossen van 500.000 mensen met dementie in 2050. Maar in een regeerakkoord op dit niveau afspraken maken, dan zou ik u willen zeggen, u uw vak, wij ons vak. Oké, helder. Nou, dan weten we een beetje waar u staat. Dat vond ik even belangrijk. Nee, en ik zeg, het regeerakkoord moet aandacht besteden aan het nu beginnen van te zorgen dat het probleem in 2050 niet zo groot is. En dan moeten we al die dingen, maar we moeten elkaar niet gaan zitten jij bakken. Wij onderling niet vanavond, maar u ons ook niet. Alsjeblieft. Kijk aan. Nou, heeft u dat even gezegd?